TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TechZine Talks. En deze week gaan we het hebben over sustainability. Hoe sustainable is je infrastructuur? En belangrijker nog, wat kan je daaraan doen? Sander? Ja. Ja, daar zijn we weer. Hoog tijd. Ja? Nou ja, ik heb het er heel vaak over gedurende dit jaar met mensen, ja. Over sustainability. En hoe sustainable is jouw infrastructuur, Sander? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Moet ik nog even doormeten. Maar, ik heb ook niet zoveel thuis, hoor, moet ik zeggen, qua infrastructuur. Maar. Nou, dit is een onderwerp waar we wel wat kennis van hebben, maar niet zoveel. Dus we zijn te gast vandaag bij HP1 Nederland, die hier wel heel veel van weten. En Clemens Esser en Remco Pomp, die sluiten aan vandaag om hun expertise te delen. Clemens is Chief Technologist bij HPE Nederland en Remco is Pre-Sales Hybrid IT bij HPE Nederland. Welkom heren. Goeiedag. Dankjewel. We maar snel beginnen. Voordat we het vergeten, vergeet je niet te abonneren op TechZine Talks. Dat kan via Apple, Spotify en Google. Dus heren, sustainability vandaag. Ja, iets waar veel klanten over spreken. Hè? Ja, hoor je het ook echt daadwerkelijk heel veel? Ja, is de vraag klanten. Nou, ja? Dat is vanuit mij altijd zo'n vraag. Want iedereen zegt wel dat het heel belangrijk is, maar in hoeverre vinden klanten het belangrijk? Ja, ik zie dat er is steeds meer wetgeving aan het komen. Dus dat speelt bij klanten. En ik hoor van jou, Remco, vaak. Ja, in de praktijk, ik heb bijvoorbeeld twee grote financiële klanten. En die zijn er echt heel erg druk mee bezig. Alleen al op het gebied van verpakkingsmaterialen, om dat te verminderen, bijvoorbeeld, van de spullen die ze krijgen. Want daar zit al een belasting op, toch, of niet? Nou, voor zover ik weet, zit daar nog niet per se een belasting op. Maar wat zij gewoon willen voorkomen, is dat zij allemaal vrachtwagens heen en weer hebben rijden met alleen maar karton en plastic. Als je grote aantallen koopt, dan komen het echt in de aantallen van vrachtwagens. Maar je ziet ook wel, dus al wel echt daadwerkelijk intrinsieke motivatie hiervoor. Dus niet alleen doordat het moet, maar ook omdat heel veel bedrijven het ook echt per se willen. Zoals uit zichzelf. Ja, ik denk dat het de combinatie van is. Ja, ja. Ik wou net zeggen. Je ziet natuurlijk van de wet en regelgeving, maar ook omdat ze daar deels een intrinsieke motivatie hebben. Bijvoorbeeld die klanten zijn ook echt bezig, kunnen het weer hergebruiken. Dus ons plastic bijvoorbeeld weer her te gebruiken in meubels en dat soort spullen. Ja, en een andere die ik zie, wat er ook heel veel gebeurde, vooral tijdens de energiecrisis, dat gewoon geld was een drijvende factor. Het datacenter draaiende houden werd hartstikke duur. En daarmee begonnen ze dan te kijken van hey, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn kosten omlaag krijg daar zo. En op een gegeven moment ontdekten mensen, hey, maar dan kunnen we daar ook de sustainability kaart spelen. Dus ja. Je ziet dat die combi een beetje is. Er zijn een aantal dingen die het versterken. De wetgeving, de hele discussie rondom CO2. Jongeren die bij organisaties op belangrijke functies komen. En gewoon geld. Ja. Dan heb je wel meteen een paar invalshoeken inderdaad. Aan de ene kant, jij hebt het over verpakkingen, Remco, bijvoorbeeld. En jij hebt het dan over stroomverbruik. Dus er zijn heel veel elementen rondom sustainability die van belang zijn. Hè? Dus zullen we daar gewoon even op een rijtje zetten? Waar kun je allemaal sustainable in zijn in de wereld waarin wij actief zijn, zeg maar, in de wereld van de IT-infrastructuur? Ja, wat ik merk, als je ernaar kijkt, zie je eigenlijk de discussie van ga je beginnen op strategisch niveau? Dan kunnen we dadelijk even wat verder op ingaan. Dan heb je het operationele gedeelte, waarbij je zegt van hey, hier ga ik nu dingen doen die vandaag kunnen. Strategisch is meestal op de wat langere termijn, wat ook wat meer werk kost. En hoe zorg je ervoor dat je aan het einde de spullen weer op de juiste manier gaat terugleveren voor eventueel een tweede leven en dat soort zaken. Dat zijn de drie belangrijkste stappen die je kan gaan nemen als jij vandaag de dag eigenaar van IT-spullen bent. Ja, en concreet, hè, we hebben het dan over strategisch, daar valt niet zo heel veel concreets aan te doen, denk ik, op dit moment. Dat is meer gewoon een visie van je bedrijf. Waar wil je heen? Ik denk dat het wel degelijk strategisch is, want die anderen die zijn eigenlijk de dingen die wij kunnen gaan doen. Net wat je zegt, dus dan zou dat nog een vierde element zijn. Maar strategisch zie ik veel meer de situatie dat je echt naar jouw IT-gebruik gaat kijken.
Dus je hebt geen IT omdat je IT wil, maar je gaat het gebruiken omdat je daar bepaalde workloads hebt. Applicaties waar je zinnige dingen mee doet. En wat je vandaag de dag ziet, is dat sommige van die applicaties die zijn gemaakt zonder dit soort dingen in gedachten te houden. Dus data wordt 10 keer opgeslagen omdat dat makkelijk is. Data wordt van hot naar her gesleept, want het wordt gegenereerd in de edge. Wordt naar centraal wordt opgeslagen, soms in de cloud, omdat dat handig is. Vervolgens ga je er iets mee doen en dan moet die data weer terug naar de edge. En dat is heen en weer sturen. Nou, dat kost allemaal energie. Hoe ga je naar dat soort dingen kijken? Maar, en dat is waarom we het strategisch noemen, om dat te doen moet je gaan kijken van hoe zit mijn omgeving in elkaar? Wat zit aan bepaalde applicaties vast en waarom doe ik bepaalde dingen? En dat heeft nogal wat effect en dat is vaak iets wat lang duurt en waar je veel werk voor moet doen. En dat wil je meestal niet voor oudere applicaties doen. Dus dat, daar moet je goed over nadenken voordat je dat op die manier wil aanpakken. Ja, want die beslissing nemen, het betekent ook inderdaad dat je bijvoorbeeld heel veel oude applicaties moet refactoren of je moet of moet vervangen misschien of op een andere manier moet inzetten. Het is een soort sneeuwbaleffect wat je dan krijgt als je zegt van we willen dit gaan doen. Ja, dus dat zit direct vast aan de digitale transformatie die je als bedrijf gaat doen. En ik zeg altijd, zodra de R'en erin voorkomen, dan is het veel werk en veel tijd. En daarom ga je dat niet doen alleen maar voor sustainability, maar dan ga je dat vaak doen omdat je ook op een andere manier wil werken, meer digitalisatie in je organisatie wil doorbrengen, klaar te zijn voor AI, je machine learning en dat soort dingen. Dus dat is een traject waar je wat langer mee bezig bent. Nou, dat is niet alleen een sustainability voordeel wat je nu noemt, want ik hoor net al die data van hot naar her slepen, maar dat brengt, hè, als er cloud locaties bij betrokken zijn, meestal ook de nodige kosten met zich mee. Je hebt heel veel extra servers nodig waar je al die data opslaat. Dus dat zit ook nog wel een kostenfactor, denk ik. Buiten het feit dat het dan meer sustainable is om het niet te doen. Nou, dus ja, je kan het kosten noemen. Je kan het ook besparingen noemen. En slagvaardiger worden. Waardoor je dus meer omzet, winst kan maken als bedrijf. Dus dat noemen we tegenwoordig de digitale transformatie. En als je in de digitale transformatie bezig bent, dan ben je daar een aantal dingen aan het doen. En die heeft vaak, als je er op de goede manier mee bezig bent, dat je ook voor sustainability goed bezig bent. En wat we bij onszelf zien, is een aantal workshops die wij gemaakt hebben om voor de digitale transformatie uit te zoeken welke applicatie gebruik je waarvoor, hoe zit dat in elkaar, kan ik die het beste in de cloud draaien of kan ik die het beste in mijn eigen datacenter draaien. Als we die functionaliteit nemen en we kijken daar met een sustainability oog tegen naar, dan zien we dat we daar veel efficiënter worden. En dan heb je dus eigenlijk twee vliegen in één kap om dat bij elkaar te brengen. Wat ik me afvraag, moet je het wel over sustainable hebben? Of sustainability hebben? Moet je niet juist die bijvangst, of waar het bijvangst van is, afhankelijk van hoe je er naar kijkt, als insteek kiezen? Hè? Dus als je het over efficiënter hebt, dat is vaak ook meer sustainable. En dat ik denk dat het ook beter landt bij... Spreekt meer aan, denk ik, ja. Ik denk dat het misschien ook wel beter landt bij bedrijven, omdat het dan minder kosten... Als het toevallig ook meer sustainable is, prima. Weet je wel? En dat is natuurlijk niet toevallig zo, maar dat is dan bewust zo. Ja, ik denk wel dat het een combinatie is die je vaak meepakt. Maar het beeld wat wel vaak is bij sustainability is precies eigenlijk wat jij ook aangeeft, is dat het vaak geld kost. Maar zoals als je het hebt over het efficiënter indelen van je workloads en de applicaties refactoren, zodat je minder servers, minder storage capaciteit, minder hoeft te verplaatsen nodig hebt, dan heb je natuurlijk aan beide kanten winst. Ja. Ik bedoel, kijk maar naar je eigen omgeving. Als jij meer sustainable wil zijn door bijvoorbeeld minder vlees te gaan eten, nou, levert je ook geld op in je portemonnee. En het is beter voor het milieu. Als je gewoon in de week 3 keer vlees eet in plaats van 5 keer. Ja, nou ja, behalve natuurlijk als je hele dure vervangende voeding. Dat bestaat namelijk ook. Ja, dat is waar. Er wordt ook wel slaatje uitgeslagen natuurlijk door de alternatieve voedingsindustrie. Maar, ja, nee, maar dus daarom zeggen we eigenlijk digitale transformatie en sustainability, die gaan hand in hand. En zie je ook dat we bij heel veel klanten merken dat eigenlijk niemand heeft vandaag de dag een nulmeting. Als je kijkt naar alles wat er rondom sustainability gebeurt, is er worden allerlei termen door elkaar gebruikt. Je hebt scope 1, 2 en 3. Nou, veel mensen weten al niet wat het is. Wat je dan ziet is eigenlijk scope 1 is wat heb ik nodig om zeg maar mijn bedrijf aan de gang te houden en wat is daar voor CO2-emissie zit erbij. Scope 2 is wat is daar aan stroom voor nodig. En scope 3 is van wat zorgt
wat voor CO2-uitstoot maken anderen om mijn spullen eigenlijk voor elkaar te krijgen? En als wij dan als ET-leverancier daarnaar kijken, dan is voor ons scope 1 en 2 is eigenlijk nihil in vergelijking met de rest. Maar niet alleen voor jullie. Ik denk dat voor de hele wereld scope 3 met afstand te groot is, omdat dat gewoon het meest complex is. Want je hebt een enorme supply chain waar je mee te maken hebt. En je moet ook allemaal in de gaten houden dat ook alles is wat zegt dat het is. En dat soort dingen. Dus ik zeker voor jullie lijkt me dat ook wel een behoorlijke uitdaging. Ja, dus wij stoppen daar heel veel energie in. Want ook al onze klanten vragen op het ogenblik van ja, waar komen jullie spullen vandaan en hoe zit dat dan met CO2? Dus wij hebben nu rapportages kunnen we geven van hoe onze servers eruit zien wat dat betreft. En wat wij merken is, onze servers is het gebruik is de grootste element van CO2-uitstoot voor onze klanten. Dus wij zien dat we twee kanten moeten doen. Eén, we moeten ons systeem zuiniger maken. Maar daar hebben we ook onze klanten voor nodig. Dat die bijvoorbeeld de juiste settings instellen. Maar wij moeten ook onze leveranciers pushen dat zij dat op een efficiëntere manier gaan doen. En dan zie je ook dat, zitten leveranciers nou in China of zitten leveranciers ergens in Europa? Ook daar zo is het weer heel erg wisselend van hoe het zit met uitstoot. Want als jij een bepaalde hoeveelheid stroom gebruikt, dan is die hoeveelheid stroom in Nederland, die heeft een bepaalde CO2-uitstoot. Maar in China doen ze vaak alles op kolen en dat is veel meer. Doordat in Frankrijk is het kernenergie. Nou, dat doet in ieder geval geen CO2-uitstoot. Hoewel je kan afvragen of dat dan goed voor het milieu is wat daar verder gebeurt. Maar het is veel minder CO2-uitstoot. Ja. Dus je ziet dat daar de awareness, en dat is wat ik waar ik mee begon, is dat veel mensen weten eigenlijk nog niet wat ze nou doen, waar ze mee bezig zijn en dat soort dingen. Maar even voor de duidelijkheid, we hebben het hier niet over het ouderwetse greenwashing. Hè? Het is wel echt fundamenteel. Voor jullie is het een fundamenteel onderdeel van wat jullie doen. Het is niet dat je zegt van nou, we bouwen deze service en dan planten we 5 bomen ergens in de Amazone en dan zijn we weer van onze impact af. Nee, dat doen we ook, die bomen. Maar wij zijn echt bezig van hoe zorg je ervoor dat die spullen die klant heeft gewoon minder gaan gebruiken. En dat onze leveranciers die het aanleveren ook minder CO2 uitstoten door het op andere plaatsen in de wereld te gaan maken enzovoort. Dus er komen geen onderdelen meer uit China dan? Sorry, oh jawel. Dat is dan een logische vraag. Ja. Hè? Je hebt hem zelf voorgelegd. Nee, maar als jij, wij zijn bepaalde fabrieken zijn van China naar Mexico aan het overbrengen. En dat komt onder andere door de corona, omdat we zien dat de supply chain soms handig is om niet alles op één plaats in de wereld te hebben. Mm-hmm. Maar dat heeft als bijvangst, waar we het net over hadden, dat dan ook sustainability gaat meedoen. Dus is dit een knopje omdraaien, we veranderen alles? Nee, tuurlijk niet. Maar zijn we bezig met dat soort dingen? Ja, tuurlijk wel. Ja. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld naar wat je had over scope 3 bijvoorbeeld. Heel veel klanten gebruiken natuurlijk onze servers. En dat is in het gebruiksfase stoot je eigenlijk het meeste CO2 uit. En een van de dingen die al belangrijk zijn om te kijken van kan ik daar bezuinigen, kan ik daar betere oplossingen bedenken, is inzicht geven natuurlijk in die omgeving. En wat je ziet, wij kunnen van tevoren, als je bij ons bijvoorbeeld spullen aanschaft, kunnen wij een heel CO2-rapport uitdraaien. Van wat heeft het voor het moederbord gekost, de disken, de transport, et cetera. Maar wat je ook ziet is in de gebruiksfase, is dat wij een heel mooi dashboard aan het bouwen zijn. Een sustainable dashboard, zoals we dat noemen. Waarbij je ook het inzicht krijgt in niet alleen je HPE-spullen wat die uitstoten en aan stroom doen, maar ook niet HPE-spullen en ook je spullen die je hebt staan in de clouds, in de AWS, in de Azure's. Er was toch al een beginnetje meegemaakt binnen HPE? Ja, zeker. Volgens mij, maar dat is sustainability dashboard, meen ik me te herinneren. Zeker weten. Ja. En dat is nu ook beschikbaar. Ja. En dat is natuurlijk de eerste fase die je hebt van mijn inzicht krijgen in alles wat ik heb. Ja. En van daaruit kan je dan de stappen gaan maken. Kan ik dat efficiënter en beter en mooier gaan doen? Zijn hier iets van programma's voor? Ik kan me herinneren, ik ben wel ergens geweest, die hadden het volgens mij over PEP of zo. De Product Environmental whatever. Iets met de environmental footprint van producten. Zijn hier marktbreed überhaupt dingen voor? Dat je weet van nou, als ik een nieuwe server koop, dan kan ik precies zien wat de impact is van het bouwen, het draaien, de supply chain, dat hele verhaal. Zijn daar standaarden voor? Nou, er zijn wereldwijd niet echt nog helemaal standaarden voor. Je zou niet zeg maar één op één die uitstoot kunnen vergelijken van de verschillende partijen.
Maar wat je wel ziet is dat wij onderzoeksinstituten zoals de berekeningen van PAIA gebruiken. En je ziet ook wel dat andere partijen diezelfde cijfers daarvoor gebruiken. Maar één op één vergelijken is nog best wel moeilijk, omdat er niet generieke standaarden nog voor die berekeningen zijn. Ja, nou, voor de volledigheid, ik doelde op product environmental profile. Dus Schneider gebruikt dat bijvoorbeeld in hun met hun producten. Maar dat is dan kennelijk iets wat ze zelf bedacht hebben. Dat denk ik. Ik weet het niet, maar... dat helpt dus ook niet. Hè? Als iedereen natuurlijk zijn eigen ding gaat bedenken, dan krijg je weer zo'n standaard strijd. Maar ook al zou iedereen hetzelfde gebruiken, krijg je nog steeds dat een aantal dingen per land zijn. Wij hadden laatst een discussie erover. Van, zie je dat dan ook terug in de rapportages? Als je iets bijvoorbeeld in Nederland doet, of in India, of in China en dat soort dingen. En dan zie je dat als je dat nu voor ons doet, en je doet via de power calculator op een rij zetten van wat je aan stroom verbruikt en wat het voor CO2-impact heeft, dan zie je bij ons zie je nu terugkomen dat je dat ook per land zie je daar zo verschillen in komen. Maar ik sprak laatst met iemand die was bij Surf, verantwoordelijk voor sustainability. En die hielp de partners van Surf voor in de boardroom van hoe kijk je nou naar sustainability. En daar had ik een hele discussie over. En die zei, ja, maar we zitten nu nog heel erg in de fase van awareness. Want wij in Nederland en Europa maken ons hier heel druk over. En in Amerika is dat ongeveer een stukje minder. In Azië dan denken ze, nou is brand buiten mijn wijk, dat zien we over 10 jaar wel. En dus wij lopen in Europa lopen we al fors voor. En in Amerika begint dat nu te komen. En wat wij als HP eigenlijk besloten hebben nu, is dat alles wat in Europa moet, dat gaan we eigenlijk wereldwijd gaan we dat op dezelfde manier uitrollen. En niet dat we in Amerika net doen dat we het daar wat minder aan doen. Nee, dus we trekken gewoon één lijn. We zien nu in Europa zijn de regels het strengst en dat gaan we overal doen. Dus je gaat de hoogste standaarden overal implementeren. Mm-hmm. Ja. Dus Maar als je kijkt bij klanten, welke rollen zijn er dan hiermee bezig? Want ik kan me zo voorstellen dat het in de boardroom misschien wel leeft, maar dat een IT-team wat bezig is met het managen van de infrastructuur denkt, ja, ik heb al genoeg problemen en genoeg te beheren. Van mij hoeft het nog niet zo. Nou, wat je ziet, ik heb in de coronatijd heb ik op een gegeven moment een webinar gemaakt met iemand hierover, juist over dit probleem. Want wat je vaak ziet, dat is dat de lasten liggen bij IT. Die moet de settings op de goede manier doen om ervoor te zorgen dat we zo zuinig mogelijk zijn. Die moet op sommige momenten nieuwe spullen aanschaffen en dat soort dingen. Maar als die dan minder stroom verbruikt, dan liggen de voordelen heel vaak bij facilities. En facilities die zeggen van, ik heb gewoon een bedrag wat ik doorbreken. En de mensen van IT, die stoppen er dus de energie in, maar de baten liggen ergens anders. Dat is een van de dingen die je heel vaak ziet. Want soms komt er toch ook menskracht bij kijken. En bij de meeste IT-afdelingen zie je dat de menskracht, dat de meest schaarse resource is. En dan kom je weer, hoe goed is nou de organisatie dat ze op board level al naar sustainability kijken? Dat de sustainability mensen in de organisatie body hebben om ervoor te zorgen dat dingen kunnen bewegen. Maar een ander iets wat we nu aan het doen zijn, is dat we nu ook echt samen met de Nederlandse overheid hebben gekeken van hoe kunnen we nou een paar dingen meetbaar maken en een aantal voorbeelden geven wat je met je bestaande spullen kan doen om te optimaliseren. En Remco, jij bespreekt dat heel vaak met klanten. Ja, want als je kijkt naar een onderzoeksproject, dat heet LEAP, Lower Energy Acceleration Program, gestuurd vanuit de overheid. Een paar grote bedrijven hebben daar ook in meegedaan, zoals KPN, Schiphol en Rabobank bijvoorbeeld. En als je ziet, kijk, de meeste klanten die hebben een virtuele omgeving. Dus die gebruiken bijvoorbeeld VMware daarvoor. En wat blijkt uit dat onderzoek, hebben ze verschillende testen gedaan. En over het algemeen zien we dat veel klanten, als ze een virtuele omgeving gebruiken, de servers eigenlijk standaard in een soort high-performance mode zetten, want dat wordt aangeraden en vaak gebruikt. Maar uit die testen die we daar hebben gedaan, is gebleken dat als je ze eigenlijk in OS-control mode zet, dus door het OS laat controleren, dus door de VMware-laag in dit geval, dat je eigenlijk gewoon zo'n 10% aan stroom kan besparen, maar dat de efficiëntie gewoon nog hetzelfde blijft. Dus je verliest geen performance, maar je bespaart wel 10% minder stroom. En nou is dat natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van welke workload je exact gebruikt.
Maar bij deze verschillende klanten met hun workloads was dat het geval. Ja, ik neem aan dat het ook gewoon variabel is. Dus als je wel in één keer de workload in één keer wat zwaarder moet gewoon belasten, weet ik veel. Of wanneer iets naast zet, dan kan het er wel bij komen. Ja, zeker. En dat zorgt dan juist die mode van het OS voor dat hij hem dan harder laat draaien of minder hard. In plaats van dat je altijd die servers op een bepaald op het hoogste niveau hebt draaien. Ja. Maar is dat ook vanuit, is dat dan ook nog vanuit bijvoorbeeld levensduur van je apparatuur? Is dat dan nog een goed idee om het op die manier te doen? En ik probeer nog een extra haakje te vinden buitenom sustainability. Omdat het altijd wel prettig is als je meerdere vliegen met tegelijk vangt. Hoe zeg je dat ook alweer? Meerdere vliegen tegelijk. Twee vliegen met één klap. Ja, sorry. Ik ben niet zo goed in spreekwoorden, maar. Is daar nog een andere upside van hiervan? Waardoor het nog interessanter zou zijn voor bedrijven om het te doen? Of is het gewoon, of moet VMware het eigenlijk gewoon standaard in gaan regelen? Of nou ja, eigenlijk is het iets wat je zelf kan inregelen, maar je maakt gewoon gebruik van de functionaliteiten van VMware. Maar als je kijkt natuurlijk naar je hardware langer gebruiken, ja, als je bepaalde workloads gewoon hebt die minder resources nodig hebben, dan zou je daar natuurlijk je oude spullen naartoe kunnen schuiven. Maar je ziet wel vaak dat als je gewoon na 5 jaar bijvoorbeeld je spullen gaat vervangen, dat inclusief de CO2-uitstootberekeningen zeg maar van de fabricage en transport, et cetera, dat je gewoon het voordeel haalt in het gebruikstuk aan CO2, dat je ongeveer zo rond de 5 jaar nog steeds wel voordeliger bent, ook als je kijkt naar een sustainability model. Dus vervanging is nog steeds wel een cruciaal onderdeel, ook van sustainability. Ja, waarbij je moet opletten dat als je gaat vervangen, ga dan niet wel één op één vervangen. Ja, dus ik heb een VMware-omgeving met 10 servers of 100 of 1000. Ga dan niet hetzelfde aantal neerzetten, maar zorg ervoor dat je kijkt naar die nieuwe spullen, die zijn factor 1,5 sneller of zo. Dan moet je dat ook echt meenemen. En wat je ook heel duidelijk ziet, is dat je in die consolidatie je utilisatie omhoog moet brengen. Wat je nu ziet, is dat de meeste servers staan met 2 vingers in de neus te slapen. En geef ze een beetje wat te doen, dat ze meer aan de gang gaan. En wat blijkt, dat zijn onderzoeken gedaan door het Uptime Institute. Die houden heel erg bij hoe het met datacenters zit en stroomverbruik in datacenters en zo. En die zeggen, als jij een server van 10% utilisatie qua CPU kan brengen naar 20% utilisatie, wordt die 2 keer zo efficiënt qua stroomverbruik. En wat zie je dan? Is dat mensen dat in het verleden niet deden. En dat komt meestal omdat er gewoon te weinig memory in de server zit. Dus stop die server vol met memory, dan kan je hem gaan gebruiken. En dan wordt die efficiënter. En dan zit je dus met een aantal van dat soort dingen. Welke dingen kan je nou doen met je bestaande omgeving? En welke dingen kan je doen als je gaat vernieuwen? Dus als je gaat vernieuwen, stop er zoveel mogelijk memory in, dat je hem beter kan utiliseren. En zorg ervoor dat je er gewoon even wat minder nodig hebt. Dat is voor mij als hardwareleverancier, doet het altijd een beetje pijn om te zeggen, ik ook minder. Maar dat is wel waar het om gaat. De andere, wat Remco net aangaf, dat is veel meer. Hoe ga ik mijn bestaande servers optimaliseren om ervoor te zorgen dat ze gewoon minder stroom verbruiken? Ja, dus als je het hebt over IT inzetten voor sustainability doellijnen, dan heb je 2 kanten. Dus je hebt het stuk wat je al hebt staan, wat je kan optimaliseren. En eventueel, als je gaat vervangen, waar moet je dan naar kijken? Ja, dat is een beetje. Maar ja, en als Remco, je gaat vervangen, dan zie je dus een paar dingen. Of had je nog iets wat... Ik mis nog steeds een beetje. Leeft dit nou ook bij die IT-professional? Of is dit echt op board level dat ze hiermee bezig zijn? Willen die IT-teams hiermee aan de slag? Want ik snap het allemaal en ik snap ook meer efficiëntie en minder... Maar lopen ze hier warm voor die IT-teams? Want we horen altijd van iedereen, ze hebben het al zo druk en er zijn zo weinig handjes. Nou, maar je moet ze wel meekrijgen. Kijk, als ze vanuit de boord dingen gaan roepen, maar er wordt niks mee gedaan, dan roepen we dit over 5 jaar nog steeds. Ja, nou, wat ik dus zie is dat die regelgeving heel erg helpt, maar ook dat je bij de grote bedrijven waar ik kom, dat die eigenlijk wel al hierop gefocust zijn. Die IT-teams krijgen ook geld om bijvoorbeeld wat ik zei, dat bedrijf dat de plastic gebruikt om daar stoelen van te laten maken. Die willen ze uiteindelijk verkopen. Die krijgen ook geld om de machines te kopen om dat plastic te verwerken en dat soort zaken. Dus daar wordt zeker wel in geïnvesteerd. En ook vanaf die IT-afdelingen vinden ze dat interessant. Denk ik dat als ik bij de wat kleinere klanten op dit moment, want ik ben van de week ook langs wat partners geweest, daar speelt het topic nog wel iets minder.
Zijn wel erg bezig met bijvoorbeeld de simpele dingen van hoe kan ik bijvoorbeeld minder verpakkingsmateriaal en dat soort zaken krijgen. En ook wel om energie te besparen, maar die hebben nog niet die intrinsieke vraag vanuit de maar klant. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft in hoe belastend is dit voor die IT-teams. Hè? Als het inderdaad iets is dat je in het begin goed instelt, hè? Zoals een VMware-instelling, dat je zegt van doe het zo sustainable mogelijk en daarna hoef je er niet meer over na te denken, dan is het natuurlijk een stuk minder werk dan wanneer je, weet je, ik denk nou, dat wordt jullie, het gewoon een best practice. Ik denk dat je op den duur, als je met zo'n sustainability dashboard gaat werken, denk dat het wel iets wordt wat je meer in je werk gaat meenemen. Zeker. Dat het niet meer eenmalig is. Ja, dan wordt het natuurlijk wel een klus die ze erbij gaan krijgen bovenop hun bestaande werk. Denk ik dan. Ja, misschien. Als je het zo gaat zien dat iemand dat zelf moet gaan doen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar onze ontwikkeling, waar ook de HPE Labs mee bezig zijn, is om te kijken of we dat niet gewoon op wat we noemen intent-based provisioning doen. Dus je geeft van tevoren een paar bepaalde settings aan. Ik wil dit bijvoorbeeld op een zo sustainable manier, of ik heb een bepaalde latency nodig voor een applicatie. Je geeft verschillende settings aan. En je zegt van oké, ik heb nu een applicatie die heeft dat nodig en wij zorgen ervoor waar het terecht komt. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar dat dashboard als een soort overzicht en rapportage, maar voor de rest hoef je er niks mee te doen. Ja. Nee, dus je probeert de IT-manager wel te ontlasten. Ja, zeker. Daar proberen we ze wel mee te ontlasten. Nou ja, dat is precies wat je zegt, want die IT-jongens, de mensen, is de meest schaarse resource. Dus het klaarzetten van de gegevens, dat is een soort set and forget. En dan ga je aan de gang. En die anderen zitten toch ook vaak in de situatie als je gaat vernieuwen. Dus als je gaat vernieuwen, ga niet 3 jaar vooruit kijken wat je denkt nodig te hebben. En dat is ook waarom wij nu steeds meer met klanten de discussie hebben over GreenLake. Omdat je dan over een PPU-situatie praat. En er is ook onderzoek gedaan dat je ziet dat met compute ongeveer 60% van wat de klanten hebben, dat nodig is. Dat is een ander woord voor 40% te veel. En voor storage zie je dat het ook tussen de 50% en 60% zit. En alles wat er te veel staat, dat gebruik je niet. En waarom staat dat er? Omdat het vaak is dat mensen vooruit moeten denken. Je krijgt 1 keer een budget en dan moet je voor 3 of 4 jaar moet je daarmee vooruit. Dus koop je alles, waarbij de helft van de periode staat het eigenlijk voor niks aan. Dat is zonde. En daardoor zien we dus dat er steeds meer die discussie met klanten ontstaat. Nu ga naar een pay-per-use, neem afname naar gebruik. En dan zien we dat je daarin verder gaat. En er zijn klanten die zeggen, hey, dat is een commercieel iets om ervoor te zorgen dat. Nee, het heeft heel duidelijk met dit soort dingen te maken. Want eigenlijk de meeste klanten die zeggen dat ze een bepaalde verwachting hebben, die verwachting wordt nooit aan voldaan. En in het verleden gingen we er altijd ruim overheen. En met data zie je nog steeds dat mensen meer gaan gebruiken in de AI-discussie en dat soort dingen. Maar over compute hebben de mensen eigenlijk meestal veel minder nodig als dat ze denken. Ja. En dat is een van de drijvers vanuit het GreenLake-programma ook. Ja, maar je zei het net al half grappend. Ik heb 10 jaar geleden wel eens een keer met een printerboer gesproken die zei print less, save more. En dus wat je zei net ook zelf half grappig. Ja, je adviseert ze dan ook vaak om minder af te nemen. Ja. Maar wat is dan jullie model erachter, jullie verdienmodel erachter. Want natuurlijk, je wil natuurlijk je subscriptions op GreenLake en zo, dat snap ik. Maar ja, ik weet niet in hoeverre kan dat zeg maar, je de hardware verkopen opzetten. Nou, kijk, wat heel belangrijk is, we zaten met z'n allen aan de lunch en toen hadden we het over trusted advisorschap bij klanten. En ik heb altijd geleerd, hoe eerlijker je tegen klanten bent, hoe meer ze je vertrouwen. En als jij zelf het gevoel hebt, hey, je zit een addertje onder het gras, dan gaan al jaren overeind staan en dan denk je, hey, ik ga nadenken. Dus eerlijkheid duurt het langste en dat geldt in dit soort dingen ook vaak. En waar zit ons verdienmodel? Kijk, een stukje is toch dat een klant geeft een commitment voor een bepaalde periode en wat hij dan koopt, dat koopt hij bij ons. We hoeven niet 2 keer de sales cycle in en dat soort dingen. Dus ja, vroeger kon je klanten alles verkopen, maar tegenwoordig weten klanten vrij goed wat ze aan het doen zijn. Ja, dan werkt eerlijkheid gewoon het beste. En kies je nou ook andere onderdelen voor infrastructuur, omdat die misschien minder stroom verbruiken? Of? Ah, soms wel. Zeker. Maar, want er is natuurlijk al een hele lange discussie gaande tussen Intel en AMD bijvoorbeeld. Hè, ja. Die laatste die heeft het wat beter voor elkaar qua stroomverbruik. Ja, nee, zeker weten. Als je kijkt bijvoorbeeld specifiek naar servers en je kijkt naar benchmarks die er zijn. Bijvoorbeeld de SpecInt benchmarks, die zijn gewoon vrij beschikbaar voor iedereen, SpecFP. Dan zie je als je kijkt naar dezelfde performance voor de CPU's, dat
vaak AMD wel tussen de 10-20% efficiënter kan zijn qua stroomverbruik bijvoorbeeld. Maar verkoop je die dan ook meer aan klanten die nu sustainable bezig zijn? Nou, zeker weten. Kijk, er zijn heel veel klanten die hebben nog steeds van oudsher Intel. En als je Intel koopt, dan kan je het niet fout doen, zeg maar. Maar we zien steeds meer klanten die om die reden ook kijken naar AMD. En niet zozeer naar de stroomkosten, want ze zeggen meestal dat valt wel mee. Maar we moeten gewoon onze CO2-uitstoot verminderen. En dat zie je helemaal bij die grotere klanten die daar druk mee bezig zijn. En andere punten ook op het gebied van als je puur kijkt naar de hardware. Is misschien iets heel, heel geks, maar we hebben grotere servers, 2-uur servers en we hebben 1-uur servers. Maar als je kijkt naar dezelfde configuraties en het koelen daarvan, kan je je misschien voorstellen dat bij een 1-uur server de fans gewoon harder moeten werken om dat te koelen, omdat het een kleine oppervlakte is. En dan zie je ook dat als je een 2-uur server neemt met dezelfde configuratie, dat je soms ook al zo'n 5% aan stroomkosten kan besparen. Wat een relatief simpel iets is. Ja, dat kan op zich ook tegenwoordig wel goed. Want je hebt natuurlijk nu zo'n enorme performance verbetering dat je ook gewoon meer ruimte hebt natuurlijk om die 2 uur kwijt te kunnen. Je hoeft niet per se alles op 1 uur te proppen. Klopt. En wat je ook vaak ziet is dat de stroom naar de racks, dat meer een punt is dan de ruimte in de racks. Meestal kunnen de klanten hem toch niet helemaal uitvullen. Dus ja, dan is het ook niet zo erg dat die server 2 keer zo groot is. Zijn jullie al bezig met waterkoeling toevallig? Zeker weten. In de server. Ik was toevallig recent bij een van jullie collega's in een fabriek. En daar waren ze al druk bezig met waterkoeling. Vroeg ik me af, doen jullie dat ook? Zeker weten. Wij hebben wat een collega van me noemt echt de Gardena-aansluitingen, zeg maar. Ja. Dus dat je... Dat is een mooie visuele omschrijving van de podcastluisteraar dit. Dat je gewoon de servers via een fysieke link echt op water aansluit. Ja. En de racks daarmee koelt. Maar wij hebben ook gewoon oplossingen waarvoor je eigenlijk niks hoeft te veranderen aan je datacenter. Dat wij gewoon een interne liquid cooling oplossing hebben. Dus dan zit er eigenlijk een soort radiatortje aan de voorkant. En dan lopen 2 buisjes naar de processoren. Daar loopt vloeistof door en die koelt dan het systeem. Maar en daar hoef je voor je datacenter niks aan te passen. Maar dan kan je wel de hogere wattage processoren kwijt. Ja, maar voor de duidelijkheid, dat is wel meer sustainable dan luchtkoeling, toch? Zeker weten, zeker. Voor de luisteraar. Ja, want dat water van 60 graden, daar kan je wat mee. En warme lucht van 60 graden kan je niks mee. En om nog aan te geven, wij hebben daar echt heel ruime ervaring mee. We hebben een paar jaar terug hebben wij Cray gekocht. Dat zijn de supercomputers van mm-hmm. deze wereld, de echte grote jongens. En daar zijn we in staat om in die oplossingen tot meer dan 200 kilowatt per vierkante meter aan koeling te kunnen doen. Nou, dat doen we op basis van dit soort watergekoelde systemen. En die technologie die we daarin gebruikt, hebben we nu ook beschikbaar in onze iets meer recht toe recht aan systemen. En ja, daar bouwen we ook de grootste supercomputer van deze wereld bouwen daarmee. Dus ja, daar zijn we echt wel heel ver in hoe we met dat soort dingen omgaan. En dat brengt me ook bij het puntje van dat je soms ook IT kan inzetten voor de sustainable wereld. Want als je die supercomputers hebt, die supercomputers die kunnen bijvoorbeeld doorrekenen van hoe staat het met de weersystemen op aarde. Nou, dat is een dermate complex systeem dat je daar die supercomputers voor nodig hebt. Dat kan jou inzicht geven. Maar ook bijvoorbeeld hoe je in Amerika de energievoorziening op een andere manier efficiënt zou kunnen maken. Zodat je met minder toch hetzelfde gebruik aan stroom zou kunnen krijgen. En een ander leuk voorbeeld is, we zijn in Australië bezig met de Carnegie Clean Energy organisatie. Die nemen een soort hele grote schijven, die leggen ze in de oceaan. Die zetten ze met veren op de oceaanbodem vast. En dan gaan die schijven die gaan wiebelen in de zee. En door op de juiste manier de krachten daaruit te halen, kan je energie opwekken. En daar helpen we ze mee met AI en machine learning om te zien hoe kan je dat nou zo optimaal mogelijk maken. En daarmee begint nu vanuit een research stadium naar dicht tegen productie aan te komen. En als ze dat voor elkaar zouden kunnen krijgen, dan zit er 5 keer meer energie in de oceanen. En dat gaat vanzelf door met de wind. Als dat we als wereld nodig zouden hebben in energie. En daar gebruiken we dan ook weer IT voor. Om te kijken hoe je dat efficiënt zou kunnen maken. En dan praat je over IT voor sustainability.
in plaats van sustainable IT. Ja. Maar in het algemeen is dan is de IT de oplossing, zeg maar. Hè? Terwijl het toch heel vaak wordt gezien als het probleem. Ja, maar als we alle IT uitzetten, dan zijn we... Nee, dat bedoel ik mee met juist daarom. Ik denk dat het juist een goede mindset is. Dat je juist gaat proberen om IT in te zetten om als oplossing, zeg maar. Niet als probleem zien. Want ja, want wat ik wel eerder zei, daar kom je toch niet vanaf. Want we kunnen niet in één keer alles uitzetten, wat jij ook zegt. En we hebben alleen maar meer datacenters en meer andere dingen nodig. Dus. Ja, dat brengt me nog bij een laatste puntje. Er zijn ook heel veel klanten van jullie, denk ik, en andere bedrijven, die hebben heel veel infrastructuur en die moet vernieuwd worden. Ja. Wat doen ze met die oude infrastructuur? Nou ja, wat je ziet is natuurlijk, er wordt steeds meer gesproken over een tweede leven van dat soort componenten. Dus wat wij doen, we verzamelen al die spullen en brengen dat naar twee plaatsen in de wereld. En voor Europa doen we dat in Erskine. Daar pakken we die systeem. Erskine? Ja, Erskine Schotland. Is een plaats in Schotland. Oh, oké. Okay. Ja, mijn topografie liep mee in de steek. Glasgow en Edinburgh ken ik wel. Inverness of niet, maar... Ja. Nou, daar zit het vlakbij. ja, naast Celtic. Maar wat je ziet is dat we... Daar brengen we al die spullen naartoe. En daar worden ze schoongemaakt, soms uit elkaar gehaald. En wat nuttig is, dat kan hergebruikt worden. En jij vroeg een poosje terug, vroeg je, kan je nou nog systemen van 5 jaar terugleveren? Nou, daar zijn niet zo heel veel bedrijven in geïnteresseerd. Maar sommige bedrijven zijn wel geïnteresseerd in systemen van 10 of 20 jaar terug. Want dan zitten nog andere architecturen in. Ik kom uit de digital hoek, dus er zijn nog bedrijven die zeggen, ik wil bijvoorbeeld nog Alpha-systemen. Nou, die systemen die zijn voor sommige bedrijven als embedded systemen in grote... oplossingen worden die gebruikt. Maar zijn die nog betrouwbaar na al die jaren? Nou ja, wat we daar zo doen in Erskine is juist ervoor zorgen dat al die systemen die worden helemaal overhoop gehaald en opnieuw in elkaar gezet, waardoor je weer gewoon een systeem hebt met garantie en een betrouwbare vorm. Het is een andere computer als die van nu, maar ze zitten in systemen die daarmee om kunnen gaan. Ja, ik bedoel niet lullig, maar iets wat 10 jaar oud is, de levensduur, die loopt op een gegeven moment een keer, die houdt ergens op natuurlijk. Ja, maar er zijn ook hele oude auto's. Die zijn ook weer netjes in elkaar gezet. Daar kan je ook weer dingen mee doen. Dus dat geldt voor die dingen. Het tweede wat we doen daar zo, is dat we soms de losse componenten verkopen. En de losse componenten zijn soms meer waard als het systeem. En dan kan je het plastic kan je gewoon weer hergebruiken. De losse componenten kan je hergebruiken. Want in het verleden hebben we te vaak gezien dat we spullen oppakken. Dan verkopen aan Afrika, maar dat is een ander woord voor het verplaatsen van de vuilnisbak. Het tweede wat je niet wil, is dat het te veel geld kost. Want als het te veel geld kost, gaat ook niemand het meer doen. Want je wil een sustainable, financieel sustainable model hebben waarbij je kan recyclen. En dat is wat we doen door op 2 plaatsen in de wereld dat allemaal bij elkaar te brengen. En daarmee kunnen we die efficiëntie verzorgen. En wat Remco net zei, meer dan 90% van de spullen die gaat gewoon weer de fabriek uit... Als hele computer een aantal procenten wordt er nog hergebruikt als losse componenten. En daarmee is het voor onze klanten soms de moeite om spullen wat eerder in te leveren. Ik heb 1 klant in Nederland, die krijgt 1 miljoen per jaar terug vanuit dat proces. Dan verkopen ze niet 1 computer, maar wel een paar meer. Ja. Maar, dus heb je er nog één staan. Maar... Wil je deze hebben? Ja. Ja. Nee, maar is alles te hergebruiken? Of zijn er ook gewoon dingen die echt helemaal die gewoon niet recyclebaar zijn? Dat is misschien een hele domme vraag. Nee, nou ja, ik denk precies wat je zegt, wat Clemens zegt. Ik bedoel, van de service gaat zo 93% wordt hergebruikt. Dus nou, dan ga maar uit. 7% daarvan wordt niet hergebruikt. Dus en, er zitten wel dingen. En even voor de duidelijkheid, wat is hergebruikt? Is dat die dus opnieuw verkocht aan een klant? Of is dat die gerecycled wordt, dat er iets nieuws van gemaakt wordt... Even de definitie duidelijk. Ja, in dit geval is het ook gewoon teruggebracht naar gebruik voor de klant. Dus active use, zeg maar. Oké, dus het is niet dat het metaal wordt omgesmolten tot iets anders. Nee. Die 90%, die 93% is gewoon weer teruggezet in actief gebruik. Oké. Ja, en wat jij bedoelt, van zijn er dingen die je niet kan hergebruiken? In een oude systeem had je bijvoorbeeld behuizingen waar meerdere typen plastic door elkaar zitten. Ja. Als je dat hebt, dan kan je het vooral versnipperen en dan kan je er tuinstoelen van maken. Maar daarom zijn we tegenwoordig veel meer met het design van die spullen, dat we goed in de gaten houden dat je het op de juiste manier uit elkaar kan halen, waardoor je het dus ook weer kan hergebruiken op de goede manier. En dan is het recyclen eigenlijk. Dus niet als component weer verzetten, maar omsmelten of weet ik veel hoe we dat noemen. Maar dus op die manier. Dus al dat soort dingen houden we in de gaten bij het maken van producten vandaag de dag. Kan ik er daarna op de goede manier nog de juiste dingen mee doen? Maar is het dan een markt van 90% voor tweedehands service in dit geval?
Ja, je ziet steeds meer. En een poosje terug hadden we de situatie dat spullen heel moeilijk leverbaar waren. Waardoor je zag dat dat ervoor zorgde dat je op sommige momenten dingen kon versnellen. Maar er zijn diverse landen waar ze gewoon... en nu ook applicatieomgeving waar je soms niet altijd alles nodig hebt. Oké. Maar is het, geldt dat, probeer ik even scherp te krijgen. Maar geldt dat dan ook binnen organisaties zelf? Want anders zou je zeggen, als er zoveel markt is voor hergebruik, waarom laat je dat niet wat langer staan? Maar dan gaat het dus wel over andere workloads, als je ze zou hergebruiken binnen dezelfde organisatie. Maar, zie je dat ook gebeuren of niet? Of gaat het meer om van, we gaan het naar ja, Elon en onherbiedig derde wereld sturen en daar kunnen ze het nog gebruiken? Ik probeer even scherp te krijgen. Je ziet twee dingen gebeuren daar zo. Want de markt van die 90% is een andere markt als wat er verkocht wordt. Want heel veel klanten leveren de spullen niet in op die manier. Dat is nog geen gemeengoed vandaag de dag. Dus onze spullen, die gaan soms als ze op beurzen zijn geweest of ze zijn een tijdje uitgeleend geweest, gaan ze daar ook naartoe. Dus er zitten soms spullen in die brand new zijn. Er zijn ook systemen van klanten die al vanuit de GreenLake zijn geweest. Dus die hebben een soms 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar levenscyclus. En er komt een bulk van andere klanten die zeggen, breng die spullen maar terug. Dus die 90% of 93% wat jij noemt, dat is een mix van allerlei soorten systemen. En daardoor zie je dus dat het veel hergebruikt wordt. Is die 93% ook houdbaar op de langere termijn? Want ik vraag me af, als je het voor de tweede keer zeg maar verkoopt en het komt dan vervolgens weer na 5 jaar terug, dan heeft het dan een derde leven, het houdt ergens op natuurlijk. Ja, nee, dus daarom wordt het steeds belangrijker dat je de systemen op de goede manier uit elkaar kan halen en dat je sommige stukken weer kan hergebruiken en andere stukken dat je die moet recyclen. En kan je dat op de lange termijn volhouden? Ik denk dat het getal iets omlaag zal gaan. Maar we zijn wel steeds meer bezig om het serieus omhoog te halen. Ja, je hebt ook niet meer heel veel Ford Mustangs uit 1969. Nee. Maar je hebt nog steeds motoren in auto's zitten. Ja, ja, en je hebt nog steeds stoelen in auto's zitten. Dus. Want voor de beeldvorming, een PCB is prima te recyclen bijvoorbeeld? Oh, nou weet ik niet zozeer van de exacte dat is een van de meest voorkomende onderdelen in de server. Nee, maar een aantal van dat soort dingen wel. En wat je ziet is, je kan ze uit elkaar halen. Je kan bepaalde dingen kan je daarvan hergebruiken op de goede manier. Maar dat is juist waarom we dat soort dingen op één plaats doen. Dat alles wat ietsje lastiger is om te kunnen hergebruiken, ja, dat kan omdat we daar schaalgrootte hebben. All right. Volgens mij naderen we het einde van het verhaal wel. Ja. Willen we nog even wat korte tips? Tot slot willen we altijd even wat concrete handvatten hebben voor mensen die nu zitten te luisteren en denken, hier wil ik mee beginnen. Ja, ik heb een manager en die wil dat we meer sustainable worden. Ja, behalve dan... Wat kan ik doen? Behalve dan HPE bellen natuurlijk, hè, volgens jullie. Maar zijn er gewoon dingen die je nu concreet kan doen als organisatie? Ja, nou, ze mogen ook onze partners bellen. liever misschien maar, nog. Maar als partnergeleide organisatie, dat is misschien handiger. Ja, maar. Ja, er is één lijstje wat ik zelf altijd gebruik. En dat is eigenlijk een heleboel dingen die we in het verhaal verteld hebben. De eerste stap is, met je bestaande spullen kan je optimaliseren. Dus dat is instellen van andere BIOS settings en dat soort dingen om die eerste 5-10% te gaan halen. De tweede stap die je met je bestaande spullen kan doen is optimaliseren. En dat klinkt voor sommige mensen heel zenuwachtig, maar als je een cluster van VMware hebt en er zitten 10 nodes in en ze staan alle 10 te slapen, zet er gewoon 2 uit. En dat klinkt eng, maar als je ze uitzet, gebruik je geen stroom meer en dat soort dingen. Dat is een stukje optimaliseren. De derde is, als je gaat vervangen, ga dan gebruik maken van de nieuwe technologie en doe dat dan geconsolideerd en geoptimaliseerd, zodat je dingen op de goede manier doet. En kijk ook natuurlijk naar eventueel andere merken dan of andere merken van processoren bijvoorbeeld waar je mee bezig bent en dat soort zaken. Ja, dus doe die dingen en neem die mee. Dan kan je meer strategisch gaan kijken naar je workloads. Maar zoals we zeiden, dat is vaak wat meer werk en die kan je veel beter in je transformatie ding meenemen. Kijk naar de juiste accelerators als je gebruik gaat maken van AI-achtige dingen. En stop er niet alleen maar oogdicht GPU's in, maar er zitten zijn nog meer mogelijkheden die daar zo kunnen. En de laatste is, kijk naar een andere manier van inkopen. En ga niet 5 jaar vooruit kopen, maar kijk veel meer naar een PPU's-methode, zodat je dat gebruikt wat je nodig hebt. Yep. En als je naar die 6 stappen kijkt, dan denk ik dat je op een goede manier zit, waarbij je moet realiseren dat als je het nu tegen de IT-manager zegt welke dingen kan doen, dat je in de eerste 3
daar zit je dat je zeg maar, met je bestaande spullen wat kan doen. En wil je verder kijken, ja, dan moet je ook gaan vervangen en dat soort zaken. Oké, okay. Nou, dankjewel. Dan zijn we rond, denk ik, of niet, Sander? Denk het wel. Oké. Okay. Vond je dit nou een interessante aflevering? Of heb je vrienden, familie en kennissen die toevallig bezig zijn met sustainability? Deel deze aflevering dan met hen, want dan worden ze weer iets wijzer. Verder kan je ook abonneren op TechSign Talks. Dat kan via Apple, Spotify en Google. En dan tot volgende week. TechSign Talks. Oh ja, en je kan ons ook raten. Hè? Dat kan op Apple en Spotify. We ontvangen graag 5 sterren. Dankjewel. Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.